In de kern Ewijk van de gemeente Beuningen is een nieuwe actiegroep opgestaan tegen de 230 meter hoge windmolens die het dorpsbestuur langs de A73 wil neerzetten. De groep, genaamd Windmolens Ewijk Nee, is niet de eerste club tegen windmolens rond de gemeente Beuningen. Ruim 10 jaar geleden was er een vergelijkbaar plan voor windmolens, maar dit werd destijds geblokkeerd door Stichting Tegenwind. George Boerakker en Piet Boekhorst van de actiegroep zien een aantal problemen ontstaan als er windmolens langs de A73 geplaatst zouden worden. Aan de kant waar wij zitten, aan de noordzijde van de windmolens, daar hebben wij serieus krijgen wij last van slagschaduw. Volgens de heren is er vanuit de gemeente nauwelijks communicatie geweest over de plannen en hebben zij geen informatie ontvangen. Wij zijn naar de bijeenkomst geweest van de commissievergadering. Daar hebben we ook gevraagd waarom we niet persoonlijk zijn benaderd door een briefje, een persoonlijke brief. Dat hadden ze gedaan, zeiden ze, maar de hele straat heeft niks ontvangen. Dus ik vind de communicatie, ja, die kan zeer veel beter. Pieter Klein, wethouder van de gemeente Beuningen, laat in een reactie weten dat hij de uitingen van Windmolens Ewijk Nee niet herkent. We zijn in 2015 gestart met dit proces. Toen is er op allerlei manieren gecommuniceerd, dus social media, in de krant, in de courier, op onze eigen site, met flyers bij winkels. Vanaf dat moment zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in alle kernen om mensen mee te nemen in het proces, zodat we een gedragen visie krijgen. Dus die visie is in 2017 vastgesteld door de Raad. En vanaf dat moment zijn er een 12-tal bijeenkomsten geweest in de kernen, waarin zeg maar, inwoners de kans hebben gehad om hun wensen en bedenkingen, maar ook hun kansen in te brengen. Ja, daar is ook op allerlei manieren over gecommuniceerd, dus via flyers, via social media. Dus ja, ik ben het helemaal niet eens met de actiegroep dat zij niet goed geïnformeerd zijn. Voor nu wil de actiegroep in gesprek met de gemeente over de windmolens. De komende maanden willen wij sowieso raadsleden gaan uitnodigen in tafelgesprekken bij ons thuis. Wij willen we ook met de gebiedsraad om tafel gaan zetten. Dat is eigenlijk het enige wat wij momenteel kunnen doen.